geen straatinterviews vanwege het weer, maar wel korte interviews met de creatieve ondernemers hier in het pand achter mij. Het oude postkantoor van Breda. Het verhaal van Breda, wat is het eerste waar je dan aan denkt? Spanjaardschat. Wat is voor jou het verhaal van Breda? Ik heb echt serieus geen idee. Aan de rijke historie van Breda. Onder andere de Nassau's, maar ook als je kijkt naar... bijvoorbeeld in juli 2017 is het 350 jaar geleden dat de Vrede van Breda is gesticht. Of gesloten. En toen was Breda even het centrum van de wereld. Ja, wat Breda is, gewoon Bourgondisch. Ontspannen, niet te gestrest. Als ik denk aan Breda, dan denk ik gewoon aan een hele gezellige open stad. Gewoon veel activiteiten, veel te doen, er wordt veel georganiseerd. Dat vind ik echt typisch Breda. Het is de stad waar ik geboren ben, waar ik onderneem, waar ik mijn vrienden heb, waar mijn familie woont en waar ik veel plezier heb. Het is een stad die volgens mij met je meedenkt, met zijn inwoners meedenkt. Dat is eigenlijk het verhaal van Breda, voor mij. Wat zou de politiek bedoelen met het verhaal van Breda? Ik denk dat ze de stad willen verkopen. Dat het een city marketing ding is? Misschien wel een beetje, ja. Er zijn zoveel verhalen te vertellen over Breda. Dan denk ik dat we dan eerst moeten gaan kijken welk verhaal van Breda we dan willen gaan vertellen. Dus een focus aanbrengen. Lijkt me handig, ja. In de trouwzaal van het stadhuis zit ik naast wethouder Boas Adank van Economische Zaken. Wij gaan in deze aflevering spreken over het verhaal van de stad, of het verhaal van Breda. In het bestuursakkoord, wat afgelopen zomer gepresenteerd is, is dat ook meegenomen. Hè? Daar staat vooral in dat jullie deze bestuursperiode gebruiken om het verhaal op te tekenen. Ja. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Nou, we kwamen er van de zomer eigenlijk achter in heel veel gesprekken met de stad, dat als je vraagt wat is Breda nu eigenlijk, hè? Nou, dan krijg je bierstad, Nassaustad, Breda-stad, Bourgondische stad, cultuurstad, beeldcultuur. Nou, zo kwamen we tot 10, misschien wel 15 van dat soort dingen waar Breda allemaal van is. Ja. Nou, op het moment dat je dan ook beleid wil gaan maken, wil gaan toetsen van welke richting wil je op, nou, dan is het wel goed om te weten wat is nou eigenlijk Breda. Wat zit nou in het DNA, wat zit nou in de genen? Ja, er zijn ook in het verleden best al wel keuzes ingemaakt. Hè? Bijvoorbeeld beeldcultuur is toch wel een aandachtspunt geweest. Klopt. Blijven die thema's ook betrokken in dat nieuwe verhaal? Ja, we gaan komend jaar, komende anderhalf jaar, gaan we met de stad in gesprek. Ja, er zijn ook heel veel mensen namelijk die beeldcultuur niet direct als eerste bij Breda vinden horen passen. En dat betekent niet dat we dingen die we al hebben gewoon wegdoen of dat we daar niet meer goed in zijn. Maar eigenlijk moet je het zien als dat je zegt van nou, deze drie of vier dingen zetten we in de etalage. Mm-hmm. Nou, die andere dingen zetten we net niet in de etalage, maar daar zijn we ook gewoon nog goed in. Oké, dus er komen eigenlijk vier kernwaarden ongeveer? Nou, of drie, of drie, of twee, of vijf. Het is maar net, we moeten wel een keuze maken. Ja. En het rijtje van 15 waar ik net op kwam, nou, dat is gewoon echt te veel. Want de vraag is in Den Haag aan iemand van wat is Breda? Nou, heel veel verder dan alleen maar gezellig komen ze niet. Dus het is wel echt belangrijk om als Breda een keuze te maken waar we goed in zijn, waar we van zijn en waar we ons op willen gaan richten de komende periode. Ja. Het is ook heel efficiënt als iedereen hetzelfde verhaal vertelt, niet iedereen zijn eigen verhaal vertelt. Nou, kijk naar Eindhoven, die hebben een aantal jaren geleden gewoon heel duidelijk gezegd met Brainport. Nou, wij staan voor techniek, wij staan voor innovatieve regio. Nou, iedereen vertelt datzelfde verhaal, dus iedereen denkt ook aan Eindhoven als innovatieve regio. Ja. Nou, Den Haag is bezig met vrede en veiligheid. Nou, dat is iets wat door het strafhof, door de diplomatieke banden die ze hebben, past dat heel goed bij hun. Ja. Daarom is Den Haag heel herkenbaar als stad van vrede en veiligheid. Nou, daarin zie je door een keuze te maken in je verhaal dat je herkenbaar wordt. Nou, omdat op het moment dat je herkenbaar wordt, word je ook eerder gezien en zijn mensen ook eerder geneigd om of naar je toe te komen of je iets te gunnen. Oké, duidelijk. Wat moet het dan straks gaan bieden, het verhaal van Breda? Wat is de winst voor onze stad als het zo goed en degelijk geformuleerd is? Nou, wat de winst is dat je in ieder geval weet waar je langs welke lat je de keuzes moet maken. Want neem nu bijvoorbeeld beeldcultuur. Als we zeggen, nou, beeldcultuur komt niet als eerste in de etalage. Nou, dan zou dat iets kunnen betekenen voor het subsidiebeleid wat je hebt. Nou, dat is de meetlat die we ook daarbij gaan ontwikkelen. Maar wat de winst vooral naar buiten toe is, is dat we met z'n allen hetzelfde geluid laten horen waar Breda goed in is. U geeft zelf aan dat het verhaal wordt met mensen ook uit de stad wordt het geformuleerd of bedacht.
Zijn dat ook gewoon burgers of zijn dat vooral ook instanties en organisaties die in de stad actief zijn? We proberen in ieder geval iedereen zo goed mogelijk in het proces mee te nemen. Nou, we kijken ook heel duidelijk naar bijvoorbeeld het proces rondom de structuurvisie. Daarin zie je dat inwoners, bedrijven in bijvoorbeeld inspraakavonden of debatavonden ook hun mening hebben kunnen geven over bepaalde thema's. Er zijn nu al bijvoorbeeld sessies met, rondom Imagineering samen met de NATV. Ja, dat is een onderdeel van het ophalen van de input voor het verhaal van Breda. Wordt er dan ook nog samengewerkt met platformen als bijvoorbeeld City of Imagineers? En, Nou, dat zijn natuurlijk hele belangrijke spelers in het maken van het verhaal van Breda. Ja. Maar de Grote Kerk is daar een belangrijke speler in. De defensiehistorie, dus de KMA, speelt daar een rol in. Nou, zo zijn er voor elk onderwerp wel mensen en instanties te vinden die belangrijk zijn voor het maken van het verhaal van Breda. Ja, en want het is natuurlijk ook belangrijk dat burgers zich uiteindelijk ook kennen, denk ik, in het verhaal van de stad. Absoluut. Het zou heel raar zijn dat je in één keer met een onderwerp uit de hoge hoed komt, waarbij eigenlijk iedereen in Breda zegt, nou, leuk voor degene die het verzonnen heeft. Ja, ja. En al gauw, als we het in de groep gooien bij de mensen op straat en dergelijke, krijgen we al gauw vaak door een Chesto, een DJ Hardwell. Zijn dat ook ambassadeurs voor de stad, vindt u? Absoluut. Dat zijn hele grote ambassadeurs ook, internationaal gezien. Want die worden toch wel gelinkt ook aan Breda en aan Brabant. Maar of dat in onze DNA zit en dus onderdeel zou moeten zijn van het verhaal van Breda, ja, dat is iets wat we de komende jaren moeten gaan ontwikkelen. Ja. Maar voor een specifieke doelgroep zie je dat de DJ's en de dance scene voor Breda heel belangrijk is. Is het verhaal van Breda dan eigenlijk ook gewoon een stroomleiding van de city marketing? Ja, het is een onderdeel van city marketing. City marketing, hoe vertel je wie je bent naar buiten toe. Mm-hmm. Maar het is ook om de economische groei te versnellen. Mm-hmm. We hebben straks een ondernemersfonds, een toeristisch fonds, een VVV die allemaal bezig zijn met het adverteren en het bekendmaken wie wij zijn als stad. Nou, het gaat hun ook gewoon helpen om te zeggen van nou, welke boodschap zenden we naar buiten. Ja. En als je dat met elkaar op dezelfde manier doet, nou, dan wordt het een heel sterk verhaal. Ja. Op het moment dat nu de ondernemersfonds een ander verhaal vertelt dan het toeristisch fonds, nou, dan krijg je twee verschillende verhalen naar buiten toe. Nou, dat is zonde van de euro's. Laten we dan in ieder geval met elkaar hetzelfde verhaal vertellen, zodat die herkenbaarheid wordt vergroot. En als we kijken naar Breda en dan uw persoonlijke verhaal? Nou, wat ik vooral belangrijk vind in Breda is dat je er heel goed kan wonen. En je merkt dat ook heel veel bedrijven voor Breda kiezen, omdat je hier gewoon heel goed kan wonen. Ja, is dat dan ook wat u vertelt aan vrienden of kennissen over Breda? Nou, het is wel grappig dat je dat zo zegt. Ik hoef het niet eens te vertellen, want ze komen natuurlijk gewoon op bezoek. Mm-hmm. Dan gaan we gezellig de stad in. En dan zijn ze eigenlijk verrast hoe mooi, karakteristiek en gezellig het allemaal is. Ja. Wat is jouw verhaal met Breda? Ik ben geboren in Breda. Een mooie stad om geboren te worden en om te wonen. Breda als stad heeft natuurlijk een rijke historie, maar het specifieke verhaal van Breda ken ik niet. Een stad die volgens mij met je meedenkt, met zijn inwoners meedenkt. Dat is eigenlijk het verhaal van Breda, voor mij. Ja, een stad waar... Wie denkt er met je mee? Nou, ik denk degene die het hier in Breda voor het zeggen hebben. Met leuke evenementen organiseren, genoeg vrijheid geven aan de ondernemers in Breda zelf. De gemeentebestuur wil iets met het verhaal van Breda, dus zijn zij naar iets op zoek wat niet bestaat? Dat zou kunnen, of je moet een verhaal maken. Ja, hoe maak je een verhaal? Bedenken. Als je het vanuit de politiek gezien, hè? Dus, dan wil je je stad natuurlijk promoten. En ik denk dat het verhaal van Breda is voor hen. En moet het verhaal verteld worden, het verhaal van Breda? Ik denk het wel. Ik denk dat Breda misschien af en toe wel iets te zelfgenoegzaam is, waardoor het zich te weinig promoot. Ik zit met Arend Hardhoff van de Academy for Leisure, directeur van de Academy for Leisure van de NHTV en ook oud raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Breda. En we hebben het nog steeds over het verhaal van Breda. Wat vind je daarvan, allereerst, dat het verhaal opnieuw opgetekend wordt? Ik denk dat het een hele goede keuze is. Ik denk dat Breda een stad is met heel veel verhalen. Mm-hmm. Ja. Maar als je een verhaal naar buiten brengt, zal het in ieder geval eenduidiger moeten zijn. Dus het feit dat die ambitie is opgeschreven om het daar nu eens over te hebben en dan ook een keuze te maken en daarvoor te gaan, dat lijkt me zelfs uiterst verstandig. En
Misschien zelfs aan de late kant, maar laten we dit dan maar het juiste moment zien. Ook aan de late kant? Er is gewoon in het verleden te weinig meegedaan? De cijfers onderbouwen het. Afgelopen week nog onderzoek van het NRIT samen met CELT, het kennisinstituut waar NRTV zelf penvoerder van is. Okay. Publicatie over de groei van het toerisme in Nederland. Het gaat om gigantische aantallen mensen die naar Nederland komen, maar we als Breda daar amper van profiteren, daar waar het gaat om buitenlands bezoek. Yeah. Als je kijkt naar binnenlands bezoek, we daar ook een beetje achteruit kachelen. Een van de redenen, de belangrijkste redenen was bijvoorbeeld het winkelaanbod in Breda. Yeah. Nou, daar zie je dat we stappen achteruit zetten en andere steden ons inhalen. Zijn we daar dan niet onderscheidend genoeg in ten opzichte van andere steden? Een stad als Breda heeft heel erg veel moois. Ik ben zelf geboren Bredaner ook, dus ik ben een trotse Bredaner. Maar je ziet wel dat horeca en detailhandel natuurlijk ook afhankelijk zijn van de ondernemers die er zitten, die kunnen stoppen, die failliet kunnen gaan, die weg kunnen gaan. Dat zien we in winkelketens als de Bijenkorf. Dus als duurzame element, als diamant in je diadeem, is de culturele sector natuurlijk A, onderscheidender en duurzamer als je er echt voor gaat. Dus durf ook cultureel, zowel qua evenementen, maar ook in het cultuurbeleid, dus daar waar je het over instellingen hebt, zoals een motie in een Bredaars museum, durf te kiezen en ga er gewoon echt vol voor. Want dat kunnen wel de elementen zijn die echt maken dat mensen naar de stad komen, zelfs als je dezelfde winkels in de winkelstraat hebt zitten of de cafés min of meer inwisselbaar zijn. We kunnen dus eigenlijk wel zeggen dat het nu wel heel erg nodig is om, mogen we het city marketing noemen, dat nu te gaan activeren en daarmee aan de slag te gaan in Breda? Ja, ik denk dat de rol van de gemeente is niet om zelf de city marketeers te zijn, maar wel om de strategische keuzes te bewaken en te kijken of de organisatie die je dan daarvoor aan het werk zet, of die hun werk goed doen en of ze resultaten behalen. Ja. En dat is iets wat je ook in andere steden ziet gebeuren. In Tilburg, in Eindhoven, ook in Rotterdam, Amsterdam, dat professioneel gerunde organisaties de opdracht krijgen om integraal de city marketing, evenementen, cultuur, het binnenstadmanagement, om dat als één opdracht te zien en daarna te handelen. Ja, dus als we het hebben over het verhaal van Breda, wat is dan het verhaal van Breda volgens jou? Nou, ik denk dat er heel veel verhalen van Breda zijn, zoals ik net al aangaf. Als je kijkt naar het verhaal van Breda, dus ook hoe de buitenwereld naar ons kijkt en wat het argument zou kunnen zijn om mensen aan de stad te binden, is het verhaal van Breda dat we het in heel veel aspecten wel aardig doen, maar ook in geen enkel aspect heel erg goed, misschien met uitzondering van de bekendheid van de Bredaanse DJ's. Ja, dus we hebben te veel factoren waarvan gezegd wordt, nou, daar scoren we hoog in, maar daar zijn we niet excellent in. Nou, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld erfgoed. Kijk, we zijn een stad met een historische binnenstad. Ja. Daar laten we graag ons op voorstaan. We noemen onszelf ook Nassau-stad. Maar als je mensen in het land zou vragen welke stad ze om hun erfgoed aantrekkelijker vinden, Den Bosch of Breda, dat de meeste toch Den Bosch kiezen. Dat is onderscheidender door de Sint-Jan, door de Diezentochten die je kan maken. Dus de manier waarop je het erfgoed in de stad kan beleven, is Den Bosch aantrekkelijk. En dat op zich doet Den Bosch het beter dan Breda. Maar komt dat dan door die city marketing profilering? Nou ja, kijk, marketing gaat natuurlijk nooit alleen over hoe je het verkoopt, maar ook wat je verkoopt. Ja. En om maar bijvoorbeeld zo'n element als erfgoed te benoemen, misschien wel de mooiste parel van Breda is 363 dagen per jaar niet toegankelijk, zelfs niet voor de Breda. En dat is namelijk het KMA-terrein. Ja. Want daar staat het kasteel van Breda. Het kasteel van Breda, wat gaat over de geschiedenis van Breda, de Nassau's, de gevechten die daar in de 80-jarige oorlog hebben plaatsgevonden. Waarom men überhaupt door dat turfschip heen of door het Spanjaarschat heen wilde, was omdat het kasteel van Breda daarachter lag. Dus als ik hardop droom en je denkt echt na over het verhaal van Breda, ja, dan begint dat bij het toegankelijk maken van het KMA-terrein voor de binnenstad en dat echt onderdeel maken van in ieder geval het historisch deel van het verhaal van Breda. Zijn er wel zaken waarin we in Breda excelleren? Wij excelleren in Breda in gezellig zijn. In gezellig zijn? Ja, gezellig met een zachte G. Ja. In Breda lijken we heel goed te zijn in alles wat best te vinden, zolang we er maar een biertje bij kunnen drinken. En dat is aan de ene kant de kwaliteit, dat moet je ook niet ontkennen. Alleen maakt ons wel wat gezapig soms en maakt ook dat we niet echt keuzes maken. Ik zou er zelf enorm voor pleiten om evenementen, cultuur en binnenstadmanagement, om daar één integrale strategie van te maken. En misschien ook enkele darlings te killen. Ja. Als ze jou in de weg staan om een scherper profiel weg te zetten. Welke darlings zouden we dan moeten killen, volgens jou? Nou ja, ik denk niet dat het aan mij is om aan te geven welke darlings we moeten killen. Als wij samen een proces ingaan om dat verhaal van Breda te formuleren, denk ik dat je het proces moet houden. En vooral de mensen die in het proces onderdeel zijn, dat samen laten formuleren. En wat eruit komt, ook serieus nemen. Ja. En dan kijken, wat betekent dat voor hoe we met ons cultuurbeleid omgaan, hoe we met ons evenementenbeleid omgaan. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld in evenementen dat wij in Breda de afgelopen jaren gekozen hebben voor een strategie om bestaande evenementen of bestaande evenementenmerken aan onze stad te verbinden. 538 met Koningsdag, Dance Tour, maar ook bijvoorbeeld Serious Request, dat gaan we opnieuw doen in Breda. Ja.
En je zou het, als je daar cynisch over bent, kunnen zeggen, ja, dat is een soort quick hit-and-run strategie. Ja. We halen het hier naartoe, we besteden er veel geld aan, maar het is een rondreizend circus en volgend jaar zijn ze weer ergens anders. Dus de investering die je doet, is niet iets wat duurzaam aan het merk Breda blijft beklijven. Nee. Je zou ook kunnen zeggen, laten we 2-3 evenementen kiezen waarvan we zeggen, ja, dat is echt de top van de piramide, daar gaan we voor. Die nemen we serieus, wij zeggen ze ook meerjarige subsidies toe, daar besteden we het geld aan en dat doen we dus niet door dat soort evenementen naast toe te halen die relatief veel energie en veel geld kosten, ja, maar van het duurzaam effect te betwijfelen is. Ja, ja. Nou, dat is denk ik wel een belangrijk onderdeel voor misschien het nieuwe verhaal van Breda. Nou, wat je ziet al jaren geleden ingezet, ook met campagnes in bijvoorbeeld Antwerpen, mm-hmm, de stad is van iedereen, of de I Amsterdam campagne van Amsterdam of I Love New York, is dat men in eerste instantie inzet op de eigen inwoners. Dus dat niet zozeer gelijk een campagne was om anderen te overtuigen, ja, maar vooral de eigen inwoners trots wilde maken. Want zeg, goh, als je die paar honderdduizend mensen allemaal als ambassadeurs in kan zetten, ja, dat is echt exponentieel meer dan dat we zelf ooit met een marketingcampagne voor elkaar zouden moeten krijgen of kunnen krijgen wanneer wij direct die consument moeten benaderen. Ja. Fantastisch voorbeeld, DJ Hartwell, die over, ja, heel de wereld met een 076 shirt staat te draaien. Ja. En daarmee eigenlijk bevestigt van, ja, ik kom uit Breda en ik ben er trots op. Ja. Fantastisch. Is dat een zaak, de DJ Capital of the World wordt ook wel eens geroepen. Is dat iets waarmee we ons zouden moeten profileren als Breda zijnde? Nou, als je opportunistisch bent, is het antwoord in ieder geval ja. Want, ja, het is een gegeven dat wij bekende DJ's hebben. Overigens niet alleen Chesto en Hartwell, maar nog een aantal mensen in hun slipstream meer. Ja. En die ook trots uitdragen dat ze uit Breda komen. Of op zijn minst wordt dat die link gelegd als je kijkt naar de media, DJ magazines, de DJ's van Breda. Ja. Dus ja, je kan stom zijn en het negeren. Of het gewoon als een prachtige kans zien om op te tillen. De vraag is of het over 10 jaar nog even relevant is. Ja. Dat zien we, ja, wel weer. Maar ja, negeer het niet als de kroonjuwelen voor je neus liggen. Er komen kennissen of vrienden misschien wel van jou naar Breda toe. Wat is Breda dan voor jou, wat je graag aan hen mee zou willen geven? Ja, ik ben trots op de binnenstad van Breda. Ik ben trots als ik met de trein de stad inrijd en ik zie de toren weer, ja, verschijnen net voordat je het station inrijdt. Dus ik laat de binnenstad zien, maar ook dat bijvoorbeeld de natuur zo dicht bij de binnenstad is. Als je 5 minuten de andere kant op fietst, zit je in de Maasbos. Hoeveel, ja, steden kunnen dat zeggen? Dus de combinatie van het dorpse en het grootstedelijke, het culturele en het commerciële, het oude en het nieuwe wat we ook hebben. Ja, ik denk dat dat Breda in potentie een heel complete stad maakt. Ja. Alleen, ja, het is wel het moment om van het 6,5 jaar richting de 8 te gaan. Ja, we zijn en met elkaar te formuleren wat die 8 dan moet zijn en hoe die eruit moet zien. Wat zou de ingang kunnen zijn van het verhaal van Breda? Nee, want ik weet niet welke kant ze op willen daarmee. Wat willen ze ermee? Is het commercieel? Is het voor marketing? Is het, ik heb geen idee wat zij willen met een verhaal van Breda. Je kan ook denken aan DJ's, een carnaval, aan... ja, er is zoveel wat ik associeer met Breda. Als jij het zou mogen zeggen... Ja, maar dan wordt het commercieel, dan betrek ik het op mijn eigen business. En wat is jouw business? Wij zijn bezig met, wij exploiteren escape rooms, ook hier in Breda, in het pand van de PTT. Hebben wij in het pand van de PTT een escape room? Dat wist je niet, hè? Nee, waar zit die? Op de 4e verdieping. Ja, en er komt een 2e bij, op de begane grond. En wij willen natuurlijk, uiteindelijk willen we in de atoomkelder. Dat is pas een verhaal van Breda. Ja, wat weet jij van de atoomkelder? Net zo weinig als de meeste mensen, maar ik weet dat hij er is. Als ik het ook aan mensen vraag in Nederland en je zegt kom uit Breda, dan zeggen ze allemaal, oh, leuk, gezellig, leuke stad. Dus het verhaal van Breda is dat je in een leuke stad woont. Ze wel denkt van, nou, we hebben een mooie, leuke, oude stad en die doet het verhaal wel voor ons. Als je dan kijkt naar de buren Tilburg bijvoorbeeld, die toch een relatief lelijker centrum hebben dan wij. En ook als minder gezellig centrum bekend staan. Ik heb het idee dat die meer aan hun citypromotie doen dan Breda. Ik zit hier aan tafel nu met Arathorn Gumlich van onder meer Stappen en Shoppen Breda, maar ook Breda Next. Dus je zit ook heel erg in het citymarketing verhaal. Wat vind jij van het verhaal van Breda of hoe dat nu staat? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het verhaal en de kernwaarden nog eens heel duidelijk worden geformuleerd. Zodat we een basis hebben waar de hele stad, ondernemers, bewoners, gemeente, iedereen zich in herkent. Ja. En dat we er dan ook hele duidelijke doelstellingen aan koppelen waar we met de stad heen willen en hoe we ons gaan profileren straks als er een duidelijke citymarketing is. En nu zie je dat de noodzaak er is. Toerisme is minder, besteding Breda naar zijn eigen stad is minder.
meer leegstand. Dus we moeten aan die stad werken en die stad promoten. Ja, maar is dat nog nu op dit moment nog niet zo? Nou, ik denk dat heel veel kernwaarden al duidelijk zijn. Mm-hmm. Die staan in de visie binnenstad. Die zijn bij Breda Next nog eens naar voren gekomen. De hele stad en alle stadsgesprekken hebben we de ondernemers gevraagd of ze zich herkennen in die kernwaarden en of ze nog aanvullingen hebben. Ja, dus als we ze dan opnieuw bekijken, we zijn DJ Capital, ja. We zijn gezellig, ja. We zijn creatief, ja. En we hebben een historische binnenstad. Ja. Dit is het verhaal van Breda. En daarnaast heeft Breda natuurlijk nog veel meer. En ook als je kijkt naar de regio waar we ons bevinden, hè, daar is Van Gogh ook nog heel belangrijk. We hebben ook heel veel banden met Van Gogh en zijn familie in Breda. Ja. We hebben natuurlijk heel veel land en natuur en streekproducenten rondom ons heen zitten. Dat zijn dingen waar je ook nog iets mee kunt. Ja. En zeker om meerdaags toerisme te stimuleren. Maar ik denk die vier die je net noemde, dat zijn wel de kernwaarden voor Breda. Ja. Wat is jouw persoonlijke verhaal of band met Breda? Nou, ik ben hier natuurlijk opgegroeid. Woon je hier vanaf dat je geboren bent? Of sinds later? Mijn achtste. Okay. Ja. Dus op school gezeten, verschillende wijken gewoond. Mm-hmm. Nou, en daarnaast natuurlijk sinds mijn 19e met stappen en shoppen bezig. Waardoor ik de binnenstad en al haar ondernemers heel goed heb leren kennen. Één verhaal eigenlijk niet. Er zijn zoveel verhalen. Ja, ja. Er is niet één ding wat je vooral heel trots maakt. Het zijn meerdere dingen. Precies. Ja? En kijk, als je eens vraagt, heb je een icoon in Breda? Dan is dat die kerk natuurlijk. Mm-hmm. Dat zegt iedereen. Dat is het herkenningspunt van de stad. Ja. Maar dat is niet waar mensen alleen voor komen. Nee. Dus ik denk ook dadelijk in je city marketing of het verhaal van Breda moet het niet alleen over de kerk gaan of de Nassaus. Het gaat juist om dat totaal aanbod waardoor we het allemaal zo leuk vinden hier. Ja. Aan het begin van het gesprek zei je, het is heel erg belangrijk dat als het verhaal er straks is, dat we daar ook doelstellingen aan koppelen. Ja. Wat voor doelstellingen heb je dan in gedachten? Nou, ik heb hele hoge ambities voor Breda. Ja. Zoals? We zijn in 2009 beste binnenstad geworden. Nou, ik vind dat we die titel weer terug moeten pakken. Ja. Want zo'n Den Bosch, dat... Nu is die bij Eindhoven. Den Bosch is meestal als vrije stad nu. Dat is ook een titel die we volgens mij nog niet hebben gehaald en steeds in de top 3 stonden. Mm-hmm. En nu zijn we trouwens uit de top 3. Dus de meest gastvrije stad, die moeten we binnenhalen. Ik vind ook dat als wij het goed doen, dat we een City Marketing Award binnen moeten halen. En gewoon eigenlijk in de top 3 steden van Nederland. Ik denk dat dat zeer haalbaar is voor Breda, ja. Als we echt ons best gaan doen met z'n allen. Maar dat is nu zijn die efforts nog niet goed genoeg. Nou ja, nu is er gewoon geen city marketing om nee. daarmee te beginnen. Kijk, we hebben nu het stukje city making geïnitieerd. Mm-hmm. Via Breda Next zijn er heel veel quick wins in de stad al gerealiseerd. Dus dat is al merkbaar. Je ziet het alleen aan het feit dat er nu overal kerstversiering hangt. Wat in de voorgaande jaren niet meer zo was. Nee. We krijgen het ondernemersfonds, waardoor we dadelijk ook met z'n allen kunnen investeren in die binnenstad. En er ook geld is om dingen te doen. Ja. Dus het aantrekkelijker maken van het bestaande aanbod en het ontwikkelen van nieuwe onderdelen, dat is nu heel erg aan de gang. Ja. Maar dan komt ook het verkopen van al dat moois. En dat is die city marketing. Ja. Oké, dus is een basis vanuit we straks verder gaan bouwen. Ja. Om nou te zeggen, kan je Breda in één zin beschrijven? Dat kunnen veel mensen niet. Dan blijft het bij gezellig. Maar dat heeft iedere stad. Hè? De slogans en zo zijn heel breed. Mm. En zeker steden die veel hebben. Utrecht kampt daar ook mee. Die hebben wel een echte city marketing afdeling. Maar die weten nog steeds niet, wat is Breda in één zin? Een stad is natuurlijk ook veel meer dan één slogan. Ja. Dus je moet dan veel meer, denk ik, met bepaalde thema's gaan werken. Hè? Je kunt op het historische gaan zitten, op het Bourgondisch gezellige. Je kunt op de DJ's, je kunt op de creatieve sector gaan zitten. Ja. Maar om dat allemaal in één woord samen te vatten, dat kan eigenlijk bijna niet. Dus daarom zie je ook vaak dat de slogans van steden heel generiek zijn. Dus die van Utrecht zou je net zo goed in Breda weg kunnen zetten. Ja. Maar het gaat mij denk ik ook niet zozeer om die slogan, maar dat je gewoon naar de buitenwereld constant laat zien wat je als stad allemaal te bieden hebt. Ja. Er zijn heel veel initiatieven in de stad gaande als we kijken naar het profileren of het promoten van de stad. Stappen, shoppen is natuurlijk ook even een initiatief. Is het niet beter als dat allemaal vanaf één punt gecoördineerd gaat worden? Nee, absoluut. Dus het is nu allemaal te versplinterd. En ook op dat vlak is het belangrijk om krachten te bundelen. En gewoon te kijken welke initiatieven nu het beste zijn en welke daarop aan kunnen haken. En dat er wellicht dan ook een paar ophouden te bestaan. Ja. Zeker degene die overheidsgesubsidieerd zijn nu. Die samen op één hoop te gooien en te kijken wat er dan in de markt gebeurt. Ja. Zoals wij met Stappen en Shoppen en de Breda City App.
En dat te combineren. Want als je dadelijk de citymarkt in gaat doen, wat je sowieso nodig hebt in de basis, is een platform waar alles op staat. Mm-hmm. Dus ook in Utrecht of in Amsterdam, iAmsterdam, zie je altijd magazine, website, app, waar alle ondernemers in staan, de bezienswaardigheden, de routes, ja. Het aanbod van de stad. Dus één platform die dat allemaal in zich heeft en promoot. Ja, absoluut. En is het dan een taak, want ik kan me voorstellen vanuit jouw achtergrond dat je zegt, nou, dat mag bij de Breda City app of bij Stap & Shoppen worden ondergebracht. Ja. Maar is dat iets waarvan je zegt, dat kunnen wij als ondernemers of als marktpartijen zelf, of is dat iets waarvan je zegt, dat moet echt bij de gemeente blijven liggen? Nee, dat moet juist niet bij de gemeente liggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar ook een commerciële partij bij betrokken is. Om een mooi voorbeeld te geven, Utrecht heeft zelfs de City Marketing Award gewonnen. Ja. Die hadden gigantisch budget, waar we hier in Breda alleen maar van kunnen dromen. Magazine, website en app weggezet. Maar zij krijgen het niet voor elkaar om dat draaiende te krijgen. En vooral het draagvlak in de stad is er niet. Okay. Dus stad en ondernemers staan te ver van elkaar af. Mm-hmm. Ondernemers participeren niet in het platform, waardoor het platform niet volledig en up-to-date is. Veel te veel geld kost. En nu willen ze van de app af. Okay. Nou, en wat wij doen, wij zijn een commercieel platform, wat al op zichzelf staat. Ja. Waar al ruim 300 ondernemers uit de stad aan participeren. En daarnaast nog eens een keer alle grote evenementen en culturele partijen. Mm-hmm. Dus dat platform wordt al gedragen door de stad en heeft al een gigantisch bereik. Nou, en als een gemeente daarbij aanhaakt en samen met ons bepaalde onderdelen doorontwikkelt die er nu nog niet zijn. Denk bijvoorbeeld het meertalig maken, een Engelse versie ervan. Een offline versie, zodat als je door het bos loopt, dat die ook nog werkt daar op de plekken waar geen bereik is. En dan samen dat platform promoten. Dan kun je dus veel meer bereiken dan dat je weer tonnen gaat investeren in een platform wat de gemeente dan zelf moet exploiteren. Je woont al een tijd in Breda. Je gaf het zelf aan sinds dat je 9 jaar oud was. Ja. Ben je van plan de stad ooit te verlaten of wil je dan eigenlijk wel de rest van je leven blijven wonen? Ik denk dat ik wel altijd in Breda zal blijven wonen, ja. Toch ben je ook wel iemand die geloof ik graag de natuur ingaat en in het buitenland, ik geloof ook klimt zelfs. Klopt. Je hebt nooit zoiets van, nou, dat zijn elementjes die ik wel mis in Breda, dus... Voor mij een hele grote klimhal in Breda zou fantastisch zijn. Wellicht een gedeelte in het jaar verblijven in het buitenland waar je kan klimmen en het wat warmer is. Maar mijn hart zal altijd in Breda liggen, bij de stad, maar ook bij de mensen. En de Bredaanse gezelligheid. Die Bredaanse gezelligheid. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel. Ja, goed. Is Citymarkt van belang voor de stad? Ik denk het wel. Ik denk dat Breda is sowieso best wel een populaire stad volgens mij. Ik denk dat wij als stad al veel naar buiten treden en dat er wat dat betreft veel aandacht aan besteed wordt. Maar ja, hoe meer, hoe beter, zeg ik altijd maar. Dat het goed druk wordt. Heel veel mensen hierheen komen om te ondernemen. Oh. Ja, gezellig druk wordt. Het moet natuurlijk wel eigenlijk een groot dorp blijven. Maar wel dat er genoeg mensen zijn en dat het levendig blijft. Nou, in de laatste jaren is natuurlijk ook... Het erfgoed komt inderdaad ook weer terug met bijvoorbeeld de Nassau. Daar zetten ze nu ook een beetje op in, hè? De Nassau-dag. Dan zou ik de positieve punten proberen te benadrukken en Breda laten zien als een stad waar veel mogelijk is, waar dynamiek is, waar hard wordt gewerkt aan de toekomst. Zou Breda weer een keer het centrum van de wereld kunnen worden? Als ze het willen, kunnen ze het.